snel. Ja, een soort van hele vlotte busdienst. Goed collega van je. Ook nog. Ja, moet je kijken, jongen. Een real colleague met een beertje erop. Hè? Ik weet niet. Ontvangstcomité. Ontvangstcomité, ik weet niet wie het is. Hoeveel mensen wonen hier, Baron? Er wonen hier 400 mensen permanent. Ja. En in de zomermaanden zijn het er een paar honderd extra die hier buitenhuisjes hebben. En waarom het te begrijpen is dat hier zo weinig mensen wonen, hè? 20 kilometer weg. Ja. Het weer, heb ik begrepen, is hier zo verschrikkelijk. Dat we vanaf vanavond, geloof ik, de komende week regen krijgen. En nou interesseert me nog één ding. Ja. We zouden afgehaald worden, want als we niet afgehaald worden, moeten we met onze bagage door het oerwoud ploegen. Is dat de auto, denk je? Ja? Die daar staat? Ja, die heeft de bagage. Oh, nou ja, prachtig. Welkom, Stuart Island. Het is lang geleden dat ik hier geweest ben. Toen ben ik met de trein in de pont. Dus de trein helemaal het zuidelijke eiland. Er is geen flikker van wat er niets bij gekomen. Het enige, maar misschien verzin ik dat, is dat de kleuren een beetje... Ze de huisjes hebben geschilderd. Die is nieuw. Die was er. Maar die is volgens mij nieuw. Ja. En het hotel is opgeknapt. Maar verder kan ik jullie verzekeren dat hier niks veranderd is. En het weer... Wat ik dan heb begrepen. We moeten vandaag topweer hebben dus. Het is heel lekker. Want het is heel lekker en het regent niet. Dus ik zou zeggen dat we maar moeten gaan genieten van wat we nu hebben. En de kiwis gaan kijken. In het donker. Ja, we moeten vannacht met een bootje of iets. Ik weet het niet. Die winkel daar, ja, dat is de enige winkel. General Store. Ja. Inbouw? Ja, niks. Niemand heeft boeken teruggebracht gisteren. Het is de bibliotheek. En nou sta ik weer verlangend naar binnen te staan. Hè? Dan zou je denken, dan ga je er toch in. Vanmiddag tussen 2 en 3 geloof ik. Is het woensdag vandaag? Ja, vandaag is woensdag. Nou, 2 en 3. Maar ik ga er niet. Ik ga er niet in. Waarom niet? Nou, omdat ik 2 boeken zie die ik niet bezit. Ja, nou in. Dan ga je dan even kijken. Ja, lenen. Nee, ik wil ze hebben. Daar ligt een boek over de kiwi, heel dik, ken ik niet. En daar ligt een boek over Stuart Island, daar staat een boek over Stuart Island, dat ken ik, maar dat is uitverkocht. En als ik het hier niet terugbreng, dat boek, dan krijg ik $20 en charge per boek voor visitors. 50 is het overigens voor bewoners, dus als een visitor heb je korting op later. Ja. Nee, dus dat is vreselijk hier. Ik zie nog een paar titeltjes hoor, zo door het raam, maar ik moet er echt niet in. Maar $40 voor 2 boeken is dan niet veel. Nee, $20. Nou, wat doe je dan toch? Ja, wie moet niet pikken, moet je toch kijken. De bibliotheek, die mensen hebben hier al niks. Dat in dat kille eiland, kunnen nooit onder de douche of in bad. Dan heb je wel zin in een goed boek. Dus ik gun het ze wel. Hoewel ik het mezelf eigenlijk veel meer gun. Maar ja, dat wordt weer een zoektocht. Tot verder heb ik alles over Stuart Island. En dat kiwi-boek, dat ik dat niet ken, dat dikke. De Varenwinkel, hè? Ja, Fern is Varen, hè, het Engels. Ja. Ik ben hier gisteren al even stiekem geweest. Dit is het soort souvenirwinkeltje. Maar ze heeft ook boeken, want het is een ze. Een hele rare dame is hier uit Schotland geëmigreerd met een man. Waarom je van Schotland naar deze uithoek gaat, begrijp ik ook niet. Maar ik wilde een paar boeken kopen, maar dat kon niet, want dan wist ze de prijs niet van. En dan moest ik maar terugkomen, dus dat ga ik nu doen. Maar ze is een beetje in de war.
die mevrouw. Maar het is wel zo wonderlijk natuurlijk dat hier een soort boekhandel is. Dat, ik stel voor dat jullie me maar gewoon volgen en ja, dan zie je mijn kooplust. Okay. In all the books. Oh, they are here. Yeah. Ah. But I don't know, you may not want them. What a surprise. Still a bit bothered. By the way, that one is Stuart Island. That's also Stuart Island. Yes, if you are. That's also from Sharon Natouche. Mm. The name is pronounced Natouche. I'm not. Natish. Natouche. Natouche. Yes. So, now let's have a look. See our island? Mm-hmm. Never seen it? No, I didn't think you would have. That's a little church one. Oh, no. And you know the price now? Mm-hmm. And it is? We zijn maar hier naartoe gegaan, Boudewijn, want... Ik geloof niet dat we echt welkom waren binnen. Nee, jullie waren niet welkom. Maar ik geloof ik ook niet. Nee? Oh. Maar je hebt toch wat je wilde hebben? Ja, voor 5 keer wat ik in Nederland betaal. Ik bedoel, me begeert. Ik heb een pakje boeken voor... dit is... Nou ja, het kan nergens anders krijgen, maar de meeste houdt natuurlijk... Ze heeft allemaal emotionele waarde met boeken. Die moet u ook betalen. Dat heb ik daar mee te maken. Dan ben je een hele slechte... Wat heb je nou? Nou, ik heb Wolers heb ik wel. En ik bood er gisteren 100 voor. Ze vroeg nu 70. Oh, nou. Dus ik bedoel, ben er altijd 30 op vooruit gegaan. Maar voor de andere boeken vroeg ze zoveel. Nee, maar het is een leuk stapeltje. Over de geschiedenis van... Maar om nou te zeggen dat ik... Nou, ik ben met Wolers erg... Zie je, dit is het. Zie je? Dat is alles. Ja, dat is alles en dat is 250 gulden. En dan is er moeilijk over. Mensen zijn helemaal getikt. Dan zijn je toch ook, kom binnen om te filmen en dan mag je niet filmen. Maar het geluid was wel slim, ze begrijpen heus wel dat jij geluid opnam. Hè? Het vrouwtje kon je niet bedriegen. Nou, hotel lezen. Hey, niks meer voor je. Houdt hier op, hè, Boudewijn? Ja, qua autoweg wel. We hebben zelfs gisterenmiddag alle autowegen gereden die er te reden zijn. En we zijn nu op het noordelijkste punt aangeland. En hoe lang was dat? 8 kilometer? 7. 7 kilometer. Nou, dat kun je naar het noorden rijden. Een paar kilometer naar het zuiden heb je het gehad. Vannacht heb ik nogal geleden en ik geloof mijn reisgezellen ook niet waar. Nou, dat was niet echt warm. Nee. God, dat was het koud. Er is geen verwarming in het hotel, alleen een elektrisch dekentje. En ik had veel koud bier gedronken. Veel, 2. 3 misschien. Ik moest de hele dag naar de play. Moest ik over een gang. Ik was doodsbang, want ik hoorde allemaal rare geluiden. Maar ja, het is weer het avontuur. He, Stuart Island. Mooie plantjes, mooie baaien. Lekker koud en opeens weer zonnig. En we moeten nou maar eens gaan kijken wat we kunnen doen. Tenminste, we hebben 2 boten met bemanning gehuurd. En we moeten maar eens kijken wat dat oplevert. Ik wil eerst eigenlijk een beetje kijken naar die... Ja, die begroeiing hier is wel eigenaardig. Veel vagenachtige planten. Het is echt een ander land. Het is niet gewoon Nieuw-Zeeland. Het is zeker warm. Jongens, ik moet jullie even voorstellen. We zijn op Uva Island, hè? Uva. Ja. Uva Island. En dit is Erwin. En Erwin, dat is een natuurfreak, dat mag ik wel zeggen. En die woont al 10 jaar hier op Stuart Island. Nou, je gaat net weg eigenlijk. Nee, 7 jaar heb ik hier. 7 jaar heeft hij hier gewoond. En we zijn hem door stom toeval tegengekomen op het vliegveld van Invercargill. En hij is vandaag met ons mee. En hij weet een heleboel. En ik hoorde net 2 vogels. En jij vertelde welke dat waren, door elkaar heen. Welke hoorde ik? Dat is de Bellbird en de Tui. De Bellbird en de Tui. Ja. En er was ook een parakeet, een klein papegaaitje, dat, ja, hè? Ja. En dan denk ik, wij denken altijd papegaaien die komen voor in tropische streken, maar dus ook in bijna... Nou, ik zal niet zeggen dat dit subantarctisch is, maar het is behoorlijk zuidelijk al. Is dat niet ongewoon voor een parakeet? Ja, ik vond dat heel erg ongewoon. Ja. Er zijn zelfs parakieten die wonen op de
In de buurt van de Auckland Islands. Ja. In de Serpentine Islands, Parkieten. Antipodes, ja. Ik heb ze gezien in de dierentuin bij Christchurch. Dan denk je ook, zulke gekleurde beesten horen niet in het zuiden thuis. Maar het gebeurt toch. Dit oerwoud hier, of zal ik maar zeggen, is dat aangeplant of natuurlijk? Nou, dit is geen goed voorbeeld van. Want dit is allemaal regenerated. Hergroei. Ja. Als we ietsje verder gaan, dat geeft een veel beter voorbeeld. Oké, gaan we ietsje verder. Wat is nou een bijzondere boom die hiervoor staat? Nou, dat zijn zogenaamde podocarp of naaldbomen. En dit is een rimu. Dat is een miro. Die achteraan staat? Ja. Dat is een loofboom? Nee, dat is ook een naaldboom. Ook een naaldboom? En die, dat is een totara, is ook een naaldboom. En dan you've got your loofbomen. Ja. You got your loofbomen. Sorry hoor. Ja, nee, dat vind ik leuk. You got your loofbomen. Yeah. Ja. Maar dit is wel typische begroeiing van hier, met al dat mos ook. Ja. Dit gaat erop lijken. Ietsje verder moeten we gaan. Dan.12 mei, 6 uur 's avonds, en we staan hier op een steiger op weg naar Ocean Beach. Dat is een schiereiland van Stuart Island. En daar, ja, of het lukt, ik weet het niet, maar we gaan de kiwi filmen. De meest obscure vogel in Nieuw-Zeeland, die alleen maar op Nieuw-Zeeland voorkomt, die niet kan vliegen, die een soort haren heeft, die weliswaar niet zeldzaam is, maar die bijna onmogelijk is om te filmen omdat hij 's nachts leeft. We gaan naar een kust toe. En misschien dat we hem daar kunnen draaien en dan komen we met uniek materiaal thuis. Dat zeg ik nu. En straks ziet de kijker niks. Of wel. Ja, nee. Pas op, hier stronk. Ja, daarheen. Ja. Pas op, hè. Jongens, hierheen. Oh, nu zit ik vast. Ja, dank je. They only come out to feed on. They feed on little sandhoppers. Sandhoppers, and they never drink. They drink fresh water in the creek. Fresh water in the creek. What's their food then? That's what they're eating. Oh, that's what they eat. Yeah. Yes. Oh yes. Plenty of kiwi food there. Echt krankzinnig, hè? Daar zit echt zo'n kiwi. Ja, je kan hem slecht zien, tenminste ik, maar hoe zie jij dat nou beter met je grote lens? Ja, het ziet er mooi uit, hoor. Ja? Hij zit een beetje te zoeken. Nee. Ja, het is fantastisch met zijn snavel, die 20 centimeter lange snavel, peurt hij in de grond, hè? Nee. Hij heeft vooraan zijn snavel, heeft hij neus. Tonsillen kan hij heel goed mee in de aarde ruiken naar wurmen. Dus dat doet hij. En hij is nu te zien, omdat hij alleen maar 's avonds buiten komt, 's nachts. Ik vind het echt fascinerend. En zo'n oerbeest dat eigenlijk niet meer zou moeten bestaan. 5 soorten zijn daarvan. En dit is een van de grootste die er is. En het is, de moa is eigenlijk een voorloper van hem. En dit beest had er eigenlijk niet meer moeten zijn. Maar omdat Nieuw-Zeeland zo geïsoleerd gelegen is. En heel lang dit beest geen vijand op het land heeft gekend.
heeft hij kunnen overleven. Hij wordt nu bedreigd door ingevoerde dieren, zoals bijvoorbeeld katten. En daarom is hij nu beschermd. En daarom moeten wij nou zo voorzichtig hier staan. En is dit lampje eigenlijk al verboden. Want alleen die vogelwachter van die niet vliegende vogel, raar om dan een vogel te noemen, die mag eigenlijk maar een lampje gebruiken. Ik dacht zo dat een geslaagde missie was. Ik heb natuurlijk het niet gezien wat jij hebt gedraaid. Maar hoe denk je, is het wel zichtbaar? Ja, volgens mij wel. Wat ik zag er zichtbaar uit, maar... Heb je gezien ook dat deze kiwi een hele grote was, de vrouwtje, begrepen? Ja. Echt zo'n snavel. Ja. Zo'n snavel, dat is echt ongelooflijk. Ja. Nee, ik ben heel blij gezien hebben. Dan te weten, dat hoorden we van de man die ons begeleidde, dat hier zo'n 12.000 tot 14.000 van die beesten zijn. Denk je nou, dan heeft iedereen hem gezien. Ja. Het is een van de meest verstopte dieren die er op de wereld te vinden is. Misschien wel het meest verstopte beest. Ze zijn er genoeg, maar je krijgt ze nooit te zien. En ons is het hier op Stuart Island toch geluk. Dus ik zou zeggen, jongens, we kunnen gelukkig in de boot. Een soort loveboat. Ja? Ja, daar gaan Maurice, die maakte van de kiwi-veertjes, die er een beetje uitzien als haren, kleren en ook tasjes. Dat mag nou niet meer, omdat het dier beschermd is. Mag ook niet meer gegeten worden. Zoals ze hem wel lekker vonden, geloof ik, vroeger. Het gek is, hij is beschermd, terwijl er dus heel veel nog steeds zijn. Maar je krijgt ze, zoals we hebben gezien, niet veel te zien dus. Nee. En dan moet je naar zo'n tasje. En eigenlijk op zo'n tasje kan je voor het eerst pas goed kijken hoe de veertjes eruit zien. Want de kiwi benader je niet erg makkelijk. Dat de kiwi heeft een voorloop, is die moa, die grote beest uitgestorven is. En er zijn ook veren van gevonden. Mm-hmm. En van de moa zijn bijna uitzonderlijk veren gevonden, dat ze verwerkt waren ook in dit soort tasjes en jurken. Er vonden dus biologen, vogelkennis, dachten, hey, dat zijn geen kiwi-veertjes, er zit een andere veertje tussen, het zijn moa-veertjes. Maar dat is een paar keer gebeurd. Maar dit zijn dus kiwi-veren van dat beest dat het nog is. Het is inderdaad een harig veertje. Ja, in dit museum wordt de geschiedenis van het eiland en de eilanden eromheen, er zijn een paar eilandjes bij, samengevat. En er is ook een afdeling over de walvisvaart. En daar lopen we nou heen. De boekhandel is niet overtuigend in dit museum, hoewel ik dit boekje, 100 Years of Schooling at Stuart Island, net gekocht heb voor 8 van de jongens. Nou, dat is 10 piek. De schooling, de geschiedenis van het schoolgaan op het eiland. En hier is dan de geschiedenis van de walvisvaart ingericht. En is dit, vind ik zo leuk. Hier werd walvistraan in gekookt. En dit is later gebruikt als speelgoed voor kinderen die gingen inzitten. Badtobben. Ja, een soort badtobben. Die walvisvaart op het eiland, die vond plaats op het zuidelijke eiland, maar vooral ook op Stuart Island. Ja. Je hebt een Whalers Bay en er hebben tot aan het eind van de jaren 20 Nooren een basis gehad. En die ligt nog gedeeltelijk in puin daar om te kijken. En daar hopen we dus heen te gaan. Moet je nagaan, dat walvissen werden dus hierheen gesleept en hier dus uit elkaar gehaald. Ze werden dus achter schepen gebonden en dan werden ze gefileerd en de traan werd hierin gekookt. En dat traan ging dan weer naar Europa. Waarom de walvisvaart zo lang heeft geduurd, eind van de jaren 20, heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog. De walvisvaart lag een beetje op zijn gat, omstreeks 1900, maar er was ontzettende behoefte aan zeep en olie voor allerlei wapengebruik. Dat weet jij denk ik, Thomas, beter waarvoor je die olie nodig zou gehad. Ik weet het ook niet precies. Maar dat hebben ze dus opnieuw het weer opgestart om die olie te verkopen. En de Nooren en de Zweden, vooral de Nooren, hebben daar een rare rol in gespeeld. Want de Nooren boden het zowel aan de geallieerden als aan de Duitsers. En wie het hoogst bood, kon de olie krijgen. Nooren hebben wat dat betreft met die olie een rare rol. Dat is de reden dat hier tot
in de jaren 20 nog een walvis in de Strie schreef. Die nu uiteraard verboden is, omdat je mag niet meer op walvisjes jagen. Let it fall. Lay it soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning. Hoor. Nou, met doppertjes. En aardappelpuree, kom even lekker zitten, jongens. Biertje erbij? Ik niet, jij wel. Maar nou, wat een doel. Geen bier. Oh nee? Leg jij het vast wanneer die, je lens is over? Ongelooflijk, bezwaar. Zal ik even poetsen? Oh, dat is wel net wel sfeer op. Dit is Whalers Bay. En 65 jaar geleden was dat nog een Noorse walvisvaardersbasis waar ze de schepen repareerden. Je ziet heel veel scheepsrommel liggen. Er ligt wel iets in zee. Er waren ook huisjes die zijn allemaal verdwenen. En dat hier heel veel Nooren werkt, dat hebben we op het kerkhof gezien. Hè? Mm-hmm. Zag je die grafstenen van die... Van die machinist heette die ook in het Noors. Nog een andere Noor, heb ik gezien, nog een Noor. En zelfs in het telefoonboek hier, wat overigens driekwart bedrukt A4-velletje omvat, kwam ik nog twee Noorse namen tegen. Maar die walvisvaart is natuurlijk helemaal opgeheven. En nu mag het helemaal niet meer. En dit zijn dan de resten ervan. Je ziet daar de plankier waar de schepen omhoog kunnen worden getrokken, hè, achter die ton. Mm. Nou, we kunnen natuurlijk wel aan land gaan, dat zouden we kunnen doen, maar... Ik heb me laten vertellen dat er niet veel meer is te vinden dan deze roestige massa. Glorieus verleden, waar wij ook nog mee hebben gedaan. Weet je nog hoe de Nederlandse walvisvaarder heette? Willem Baars was toch? 1 en 2. We hebben er 2 gehad, Willem Baars 1 en 2. Prachtige boeken over geschreven. Dit is de heroïsche tijd van de walvisvaartstad. Hè? Dat is er van over. Houd de hoed.
zijn nou in de bar. In de enige bar van het eiland, hè? Enige bar. En dit is wat ik altijd drink. Kleintjespils. Dat vindt men hier ronduit belachelijk. Maar ik vind het... ik drink ze op jullie gezondheid. En je moet hier geen ruzie maken, want het zijn niet... nou, toch niet de makkelijkste mannen hier. Waarom gaan jullie nou ook opeens van die aanstellerige kleine drinken? Was dat? Ik ben vannacht toevallig bij jullie gebleven. That is tonight. Yes. On to the beer. Yes. Yeah, show me the secrets of the ale brewing. Ah, you want the secret? Yeah. What's this? You want the secret of the ale brewing? Secret. That's water. That is where we get our water from. We get it from here. You say 30 meters underground. Ah, that's very pure. Yep. Yeah. 30 meters. All right. And then we pump it from here up the hill to the tank up there. Yeah. And then from there it comes down into our building and we service our tea rooms and office and make the beer. How long lasts it for the beer is ready, for beginning the process till the end? We started making beer on Friday. Yeah. And tomorrow, that is, well, you will see in a minute. That's in a week. Less than a week, it will be ready for putting into our conditioning tank tomorrow. Oh yeah. And then? And then it will take another 6 days. Wait. It will take another 6 days after it is fermented. Yeah. And then we move it once more for another 6 days, and then it is ready for drinking. About 18 days. 18 days? Yes. And are you exporting this beer to other places in New Zealand? We are going to export it to New Zealand very soon. Yeah? Yes, this month. Our kegs, our 50-liter kegs for the beer, come from Belgium. From Belgium? And so I have imported into New Zealand kegs through another company, and they arrive about now. And we should have them by the end of the month. Next month we should have beer in the keg. And how many bottles do you make now? We make 1,000 litres every time we make beer. Once in 2 weeks, 1,000 litres. That is what we are doing at the moment, and we hope to get up to brewing every 10 days. Yeah, and the taste is English. It's not European, English. It's English beer. However, the European people, especially Germans and Austrians, they like it. So you're having the... Is het niet serieus van drinken, man? Het lijkt mij dus vreselijk, dit Engelse bier. Dat ale is het, hè? Ja, je stuurt mij er naartoe, het was voor mij, zei jij. Jij zegt, ja, nou ja, maar ik wil dat jij ook eens een keer andere bieren probeert dan altijd dat westerse bier. Dus ik probeer je dat op te voeren. Alles van bier weet. Dat deed ik voor jou. We wachten nou dus op voor jou een eerlijk glaasje. Het komt vers uit, volgens mij, het fermenteeroven of hoe het ook mogen eten. Jij krijgt een heerlijke glaasje. Alleen het duurt even. Hoor eens eventjes. Far better here than those lagers. So that's very, very fresh. Yeah, it is hard to get out of the tank. Yeah. This is straight out of the tank, and it is quite hard to get a small volume off, so we'll actually get away with a frothy for a kick off. Is it normal foam on ale? Real beer. That's real beer. Very malty beer. So, but I've here someone special. He's a connoisseur of ales and beers. That's David Soundman. And he will try first. Remember the... Try one of these, not so much frother. Yes. Why did he have to try it first? he knows a lot about beer. He's our beer expert. Ah, that's very good. We are serving together 5 years, and we are drinking now our 150,000th beer.